Niels, je hebt een nummer gemaakt over online pesten. Waarom precies daarover? Omdat ik dat een heel belangrijke boodschap vind dat dat absoluut niet kan. Ik ben sowieso tegen pesten, maar ook tegen online pesten. Omdat het heel makkelijk is om van achter jouw computer of je smartphone iets heel lelijk over iemand anders te zeggen. Maar misschien sta je daar zelf niet altijd bij stil wat het met die andere persoon doet. Dat vond ik wel belangrijk om het daar even over te hebben. Je hebt er zelf ook mee te maken gekregen, hè? Wel, als artiest krijg je natuurlijk veel commentaar, leuke commentaren, maar af en toe ook minder leuke commentaren. Of zijn er journalisten die artikels over jou schrijven? En mensen kunnen daar dan weer iets op reageren, want het is altijd comments onder een artikel. En dan worden er allemaal dingen gezegd die absoluut niet leuk zijn. En wat heeft dat online pesten met jou gedaan? De commentaren die ik heb gelezen, hebben er wel voor gezorgd dat ik daar mij heel ongelukkig door gevoeld heb, moet ik eerlijk toegeven. Ik ben iemand die over het algemeen altijd heel blij is, maar ik ben toch de laatste tijd ook een paar keer niet zo blij geweest. Niels, wat denk je dat dat online pesten met kinderen kan doen? Ik denk dat kinderen zich heel onbegrepen kunnen voelen, zich ook heel gekwetst kunnen voelen en daardoor misschien ook even alleen op de wereld. En dat ze gaan twijfelen aan zichzelf. En dat mogen ze natuurlijk nooit doen, want het is het probleem van de pesters en niet omgekeerd. Ja, dat is een mooie boodschap. Zeker. Hoi, de video die heb je al bekeken. Nu nog liken en abonneren. Dikke merci om te kijken en oh ja, we hebben nog veel meer video's, dus zeker eens checken.